En eigenlijk in al die jaren is wetenschap meer en meer belangrijk geworden, omdat de aard van mijn werk nu eenmaal wetenschap triggert. Het is een levend kunstwerk. En niet alleen dat. Het is een kunstwerk dat opgebouwd is zoals een pedigree, een family tree. Er zijn genen die zich doorgeven. En toen dat bij de wetenschap terechtkwam, dacht men, eigenlijk is het misschien toch heel belangrijk welke soort database er binnen in die kip aan het groeien was. En van in het begin was het ook mijn interesse om te weten hoe divers dat die kip nu eigenlijk geworden is. Dat het niet alleen het uitzicht is dat verandert, maar dat die ook van binnenin verandert. En onze maatschappij vandaag is heel sterk geïnteresseerd in hoe alles van binnenuit aan het veranderen is. En ik denk dat dat een heel innovatief idee is. En vandaar dat de wetenschap ons daarin kan sturen, helpen en wij de wetenschap vanuit de kunst kunnen bevragen. Waarom ik gekozen heb om de Red Jungle Fall toch te tonen, is om te duiden dat ideeën zich uiteindelijk toch in de natuur settelen. Ik denk als je verder wil gaan, dat je ook moet durven terugkijken. Wat er interessant is aan die Red Jungle Fall, het is enerzijds de oorzaak van de hele kippenwereld. Hè? En als je ziet dat daar de relatie ontstaan is tussen de kip en de mens, op de snijlijn tussen de bewoonde wereld en de jungle in Nepal aan de voet van het Himalaya, wetende dat het de kip is die de mens gezocht heeft, denk ik dat het gewoon essentieel is om de mens onder te dompelen in die jungle, wanneer dat hij de tentoonstelling binnendringt. Zodanig dat hij niet kan vergeten dat hij een onderdeel is van de natuur en dat de mens niet de baas is over de natuur. Er zijn meerdere spelers op aarde dan alleen maar de mens zelf. Vanuit de idee dat de Jungle Fall de mens gezocht heeft om gedomesticeerd te worden, waarschijnlijk uit een opportuniteit om te kunnen overleven, is bij mij het hele grote statement gekomen dat ik altijd maar zeg dat ieder organisme op zoek is naar een ander organisme om te overleven. En als je het MECC-project bekijkt, ja, dan is het de opportuniteit van verschillende soorten die met elkaar in relatie staan. Dat wij ons bevragen, wat heeft de dromedaris, de mushroom en de kip eigenlijk met elkaar te maken? Dat idee zit eigenlijk al vervat in de combinatie tussen de Red Jungle Fall en de mens. Wel, het is een project dat ik 20 jaar geleden al opgestart ben, samen met mijn Cosmopolitan Chicken, waar ik op zoek ging naar enerzijds de relatie tussen de mens en de kip, hè? Zowel biologisch als cultureel. Hè? Wie mijn project goed kent, weet dat het een project is waar dat we verbindingen maken en kruisen, om door de verbinding en de kruising te maken te komen tot iets dat zijn immuniteit of zijn fertiliteit, zijn vruchtbaarheid en diversiteit vermeerdert. En dat toetsen aan een maatschappelijk beeld. Hè? Met andere woorden, dat het een denktank is over hoe dat wij morgen in onze samenleving moeten staan. Wetende dat de kip en de mens een hele sterke relatie heeft. Hè? Als we weten dat er elke dag 65 miljard kippen zijn en 300 miljard eieren zijn die onze planeet voeden, is er een symbiose ontstaan tussen twee verschillende soorten, namelijk de mens en de kip. Met dat idee heb ik de hele tijd gespeeld en gedacht van, kijk, als er dat is tussen een mens en een kip, dan moeten eigenlijk alle soorten wel met elkaar in verband staan. En bij toeval had ik lama's bij mij thuis zitten. En die lama's die bleken zeer sterk te zijn, omdat ze nooit ziek werden. En ik ben beginnen rond te vragen bij wetenschappers, hoe komt dat nu? En ze zeggen, ja, dat zijn eigenlijk kameelachtigen die in de woestijn leven. En
Al gauw kwamen we uit op een project dat aan de Gentse Universiteit gedaan is met dromedaris, waar men ontdekte dat het immuunsysteem inderdaad van de dromedaris heel speciaal was. Het liep namelijk op twee sporen. Bij de mens is dat niet zo. Ik ga geen wetenschappelijke uitleg doen. Maar dat wil zeggen dat zij een soort van waakimmuniteitssysteem hebben. En dat was nu helemaal interessant. En toen dacht ik, ja, er moet wel een verband zijn tussen de dromedaris en de kip als men het even over die immuunsystemen hebben. En 20 jaar later blijkt dat inderdaad ook te zijn. De kip zou kunnen in verbinding met de dromedaris een medicatie ontwikkelen die ons kan helpen tegen virale ziektes of degeneratieziektes. En dat wordt mij meer en meer bevestigd vanuit de wetenschap. Dus ik vind vandaag de tijd rijp om een cyclus te laten zien waarin dat we op een ecologische en biologische manier misschien kunnen doen aan een productverbetering. En volgens mij kan dat alleen maar in de kunst. Want in de kunst ben ik niet onderhevig aan allerlei protocollen die vanaf voorhand al zeggen dat het niet kan. Wat is nu de samenhang van deze expo? Het is eigenlijk een heel complex proces wat hier getoond wordt. En ik neem de nadruk op proces, omdat mijn jarenlange onderzoek in het kruisen van de verschillende kippen bij elkaar heeft geleid dat we weten dat de vruchtbaarheid, de immuniteit en de diversiteit enorm is toegenomen. En op zich is dat zeer waardevol. Dus in deze stap die we nu gaan zetten, gaan we ons echt focussen op die immuniteit. En hoe gaan we daar verder mee om? En daarvoor moeten we ons uitbreiden ook naar andere soorten. We worden geconfronteerd met de dromedaris die buiten loopt. Maar hoe gaan we die nu in combinatie stellen met de kip? Wel, daarvoor hebben we een nieuw ingrediënt nodig, omdat de dromedaris eigenlijk en de kip twee verschillende soorten zijn. Wel, hoe kunnen we dat immuniteitssysteem bij elkaar brengen? En dat was een grote uitdaging, omdat als men medicatie zou willen vervaardigen of alleen nog maar voedsel verbeteren, wel, dan zou de dromedaris daar een hele grote factor in kunnen spelen. Het ingrediënt dat daar eventueel zou kunnen voor zorgen, dat is de champignon, dat is de mushroom. Omdat de mushroom heel veel proteïnes heeft. De mushroom zou kunnen proteïnes van het immuunsysteem van de dromedaris overzetten naar de kip. En dat in een biologisch proces. Namelijk, we gaan van de compost, van de afval, van de uitwerpselen van de dromedaris samen met de kippen, daar gaan we de mycelia, de champignonzaden, in laten rijpen. Als de enzymen overgenomen worden in de champignon, kunnen we enerzijds de champignon eten, hè, als een verbeterd product. En anderzijds kunnen we de champignons ook aan de kippen geven, die hier ook in de expo zijn. Om dat allemaal te kunnen vaststellen, dat dat werkelijk een verandering teweeg brengt in het product zelf, daarvoor hebben we natuurlijk de wetenschap en het labo nodig. We zijn daar verschillende stappen in aan het doen. We zijn specifiek aan het kijken naar het MX-gen dat aanwezig is in de kip, of we dat kunnen versterken, of we dat kunnen aanwakkeren. Als dat gebeurt, wel, dan hebben we een enorme doorbraak. Maar wat we nu al weten, is dat de oesterzwam zeer sterk groeit op het mest van de dromedarissen. En eigenlijk veel sterker dan dat op de kip of op de lama. En op zich is dat al eigenlijk een geweldig geschenk.